Goedemorgen, kok. Net zo wit als buiten de sneeuw. Mensen, wat een weer, hè? Oh, het is toch een beetje... Ik was vanaf om 1:30 thuis. Want ik moest, serieus? Ja, ik kwam terug uit Roosendaal. Ik dacht dat je in Hoensbroek was. Daar ben ik ook geweest. Nee, maar het was slidderen hoor vandaag. Poeh, linkersoep. Je maakt wel een internationale carrière. Ik ben nou ongelooflijk populair in de biljartwereld. Hè. Ja, dat zie ik op internet. Je bent wel een van de jongens. Hè. Ja, nou ja, goed. Je kunt maar wat doen voor je hobby toch, Dick? Ja, klopt. Heb jij ook nog hobby's trouwens? Ja, biljarten, maar dan zonder keu. Help het witte laken. In het witte laken, nee. Ja. Hé, hey, kok. De burgemeester gaat voor de verlenging. Nee, toch? Ja. Dat snap je toch niet, hè? Dat die bomen hier niet gewoon zo'n gaat. Ik was wel blij dat de eerste termijn erop zat. Ja, maar ik vraag me af hoe dat nu moet, hoor. Want dit is echt... Ik heb een week geleden een mailtje gestuurd. Ik denk dat het bijna anderhalve naar de burgemeester. Ja. Met een vraag. Ja. Antwoord moet toch komen. Ja, dat bedoel ik. Maar wel voor de tweede termijn. Nee. Ik snap het niet. Ik vind... Ja, luister. Als ik het... Maar misschien antwoordt hij niet omdat wij hem af en toe wel eens eventjes benoemen hier in dit item. In dit programma. In dit topprogramma. Met vorige week weer 2000 kijkertjes. Hé, wacht of zo. Dus tweede termijn. Ja. Doen we daar goed aan? Ik weet het niet. Ik zou met alle respect, als we hem eens een Zwijndrecht neerzetten of zoiets. Dordrecht. Of, want er komen top interviewers vandaan. Ja. Oh ja, dat zit op jou. Nee. Nee, en als we dan hier gewoon. Nou, kijk eens boete. Tweede termijn. Lijkt wel vastelovend. Oh. En als we hier dan eens gewoon. Wat ik zeg, zo'n Gert Leers type. Die even met de bessen erdoor gaat. Maar ja. Dat hebben we wel nodig, denk ik, vriend. Ja. Want, in ons Venlo's. Want er gebeuren hier dingen, we hebben dat vaker benoemd, waar geen zak van klopt. Want nou, dadelijk gaan we het hebben over dat fort. Ja, dat is ook gaan zo. We het erover hebben. Ja, we gaan het erover hebben nu dus. Ja, niet de auto of de fort, maar het fort. Het fort. Loe van Homberg. Ja. Want daar hebben ze dan een nieuwe investeerder. Niemand weet wie het is en niemand weet wat er loopt. Dat is toch het eerste wat je roept? De investeerder is Jean Gelissen of weet ik wie uit Holland? Nee, geen nee. Jean Gelissen of Jean Nelissen, maar die is dood. Dat was die wielren... Gelissen, dat is die van Toverland. Nee, en Jean Nelissen, ken je die nog? Ja, dat was die collega van Jan Smeets. Ja. Oh, die lustte meer je neef als een katmelk. Echt waar. Ja, dat is echt waar. Die heb ik ooit eens opgehaald. Maar goed, over het fort. Ja. Want we willen allemaal. En die kabel. Niemand wil die kabelbaan eigenlijk. Nee. Maar staat nou weer. Volgens mij is er wel een wethouder. Eentje die het wil. Ja. En hoppa. Zie je al dat jij even. Ik kon even op familie Blerik. 350 her, 350 truc. Oh nee, woon in Blerik. Krijg je misschien een abonnement? Of ontheffing? Ik ga ook een geheimpje nu verklappen. Ja. Dames en heren, Kok is zwanger. Ja, de afgelopen 30 jaar al ongeveer. Ja, ja. Nee, maar als het goed is en die burgemeester, ik hoop dat die kijkt, die moet mij antwoorden. Gaan we met Venlo 675 jaar stad in 2018, dus volgend jaar, weer zo'n grote kermis organiseren. Ja. Langs de Maas of ja, wat? Langs de Maas. Leuk. Bij het fort. Ja. Op het kazerneterrein. En dit is welk jaar? 18? 2018. In juni, denk ik. Kan toch een prachtige prelude naar... Ja, maar de mensen moeten tegen niemand zeggen, want dat weet nog niemand. Dames en heren. Niemand. Even de mond dicht, hè. Ja. Maar de burgemeester heeft nog niet geantwoord. Nou, dan wachten we daarop af. Ja. Want... Oh, jongens, we gaan dadelijk sneeuwpopjes maken, hoor. Dat ziet er wel naar uit. Ja. Verdorie nog. Hé, hey, mensen, nog heel even. Ja. Vorig jaar, dacht ik, of twee jaar geleden, Venlo-avond, Scrooge. Scrooge, ja. Perfect. Ja. Echt, als ik dat zie, gisteren zaten ze bij een Nudins koffietijd. Ja, hoe die mensen aangekleed zijn. Ja, sowieso. De drive, de passie. Daar kunnen wij in Venlo nog wat van leren. Zoiets hebben wij niet, hè. We hebben zo'n zomerpark en Venlo, maar echt zoiets als Elvia of Scrooge. Hallo, we wonen in Groert Venlo, hè. Achsen is ook Venlo. Ja. Dus wij kunnen best de veren ook in onze reeks steken. Ja, ga je erin? Ik zeg het weer netjes. Ga je erin? Nou ja, het is mij om het even. Ja. Maar nu komend weekend in Arsen, het Scrooge Festival, daar valt de beleven. Danke dir, Küsschen.